Ja, welkom terug allemaal bij Spirit TV. Mijn naam is Medium Jolanda. Ik ben helderziend, helderhorend, helderruikend, heldervoelend en helderproevend. Tevens leg ik engelenkaarten, demonenkaarten en menukaarten en doe ik handlezingen en voetlezingen. Ik heb een direct lijntje lopen met het universum en dan wel via mijn aartsengel Raphaël. Ik noem mezelf altijd een rotje Raaf, maar ik vind die niet zo leuk. En via Raphaël krijg ik allerlei boodschappen binnen van gene zijde. We duiken zo meteen weer lekker samen de lezerspost in, dus blijf lekker hangen. Ja, lieve kijkers, welkom terug. Ik had vandaag graag de lijnen opengegooid voor de kijkers thuis, maar iemand is vergeten om de telefoonrekeningen te betalen. Dus de lijn ligt plat, dus dat gaat niet. Maar niet getreurd, want ik heb nog een hele bunker lezerspost liggen hier in de kamer. We gaan vandaag lekker de lezerspost doen. Allereerst een beetje een plakkerig briefje, dat is heldervoelend, hè? Van Henny uit Alblasserdam. Verlichte Jolanda, ze noemt ze me vaker. Ik loop al maanden met een probleem. Of liever gezegd, ik loop al maanden op een probleem. Godverhennie. Hoe krijg ik mijn voeten weer toonbaar voor de zomer? Een wanhopige voetgroet, Henny. Nou, lieve Henny, daar hoef ik niet een voetlezing voor te doen, want ik ruik het al. Jij hebt bezeten voeten. Weet je wat jij moet doen? Je pakt twee grote regenlaarzen. De linker die vul je tot aan de bodem, tot aan de bovenkant bedoel ik, met donker bokbier. De rechter die vul je met een flinke laag halfvolle kwark. En dan is het een kwestie van zo'n pakweg 5 kwartier lekker even staan weken. Je bent wel helemaal de ouwe. Dat zou het zijn. Ja, lieve kijkers, dan is het alweer tijd voor het laatste onderdeel van vandaag. De wekelijkse kaartentrekking. Ik ben weer even flink in beraad gegaan met de raad van tevoren. En ik kan jullie alvast vertellen, hij is flink goed gezind vandaag. Lekker goed gemunst. Ik denk dat hij een goede beurt heeft gehad. Dat is toch een flikkertje. Goed, we zijn het verder toe. Het schommelhof van de eerste kaart vanavond. Het is een toffe teringleier. Daar gaan we al een hele mooie kaart om mee te beginnen. Dan noemen we ons. De mid-eetam, ook zeker niet verkeerd. Zeker niet verkeerd. En dan weer de laatste kaart van de week. De lauwe lasagne. Nou, 3 hele mooie kaarten, zeg ik het zelf. Vooral in combinatie met elkaar ook. Hè? Heel sterk, heel krachtig. Dat belooft hartstikke veel goeds te worden van deze week. Nou, mijn tijd zit helaas alweer op in de uitzending. En volgende week ben ik natuurlijk weer lekker terug. Raaf is er ook weer bij gezellig. Dus ik wens jullie allemaal nog een hele spirituele en mooie week toegewenst. Peace, power, positivity, Jolanda.